Ja, ben je toen van daaruit verder gaan schrijven? Er lagen nog allemaal wat dingen. Want er zijn ook een hoop wat we gedaan hebben. We hadden gewoon een cd'tje voor hem gemaakt. En ja, daar heeft hij gewoon misschien 70% voor gebruikt of zo, van die nummers. En, er lag nog wat en er waren, ja, toen zijn we ook wel weer rustig opnieuw begonnen. Dus nummers uit theatervoorstellingen ook gewoon bewerken, meer voor een plaat. En toen kwamen die ideeën en er lagen nog wat ideeën. Ik had de GarageBand er aardig vol staan met ideeën. Die staat nog steeds vol. Dus ja, ik vind ik weet het ook allemaal niet meer precies. Nee, maar goed, laat ik zo zeggen, het was er niet zo. Wat waar ik eigenlijk heen wil, is de vraag van, kijk, dat je schrijft, op een gegeven moment schrijf je voor die theatervoorstelling. Hoor, daarna ga je werken aan de plaat, maar het is zeg maar dus geen, dat is wel een natuurlijk proces geweest in die zin dat die plaat gewoon wel een coherent geheel is voor jou. Ja, ik vind wel moeite te zeggen of zo. Het zijn gewoon, ik weet niet, het voelt wel coherent aan eigenlijk, ja. Maar ik heb er zelf niet een lijn in zitten of zo van verhalen die ik wil vertellen. Het zijn gewoon voor mij wel losse stukken. Ja. Oké. Ja, je hebt dus nu drie. Ik hou wel een beetje van cijfers en kijken, maar je hebt 3 jaar tussen Bird at Home, Black Cat, John Brown, 4 jaar tussen. Ja. Nu, ja. Is dat jullie werktempo, is dat minder? Nee, dat hoort niet zo te zijn. Ik weet niet, tussen die tweede en derde kan ik wel uitleggen waarom het langer geduurd heeft. Maar ik wil nu bijvoorbeeld al aankomende week ook gaan opnemen. Alweer voor een nieuwe plaat. Dus ik wil liefst dan dat volgend jaar weer in de studio gaan. Ik zou liefst toch wel, ik vind die tijd ook wel een beetje te veel. Ja, dus ik wil 2012? Zou dan met mijn plaat weer een plaat kunnen komen, ja. Okay. Ik heb ook wel een idee met anderen om met Jurre en Jelle misschien samen wat te beginnen of zo, weet je wel, met een paar vrienden. Ja. Dus ja, ik denk wel dat er meer in zit. De werktempo, tussen die tweede en derde lag gewoon dat we nog heel lang in Frankrijk gespeeld hebben. En toen, eigenlijk kwam toen het theaterstuk, maar het is gewoon te veel. Dus je kan niet om de 5 jaar platen, dat mag wel frequenter. Okay. Wat je noemde hem al, Jurre, die is zeg maar weggegaan ook. Hoe zie je Elmo Racetrack? Het is de basis, ben jij en Len? Of? Ja, nou, of iedereen die op dat moment is. Alleen is de laatste jaar wel, is er wel heel veel gewisseld. Waarom gaan mensen weg en waarom is dat? Nou ja, in dit geval, Jurre, die is ook nog niet helemaal weg hoor. En die vorige bassist ook niet, want die heeft ook weer op de plaat alles ingespeeld. Dus iedereen blijft wel bij, zeg maar, bij de groep, maar heeft weer andere dingen te doen. En voor iets als live spelen is het nu gewoon handig om een vaste groep te hebben. Dus nu is er weer een nieuwe bassist. En onze tourmanager die kan spelen. En Rick doet af en toe mee. Ja, weet je wel, zo gaat het. Dus ja. Maar Jurre heeft het nu gewoon heel druk. Die zit in de studio. En David was toen bezig met wereldreizen. Dus dan kan het ook niet. Ja. Maar die zijn nog wel steeds betrokken bij als er iets gebeurt. Wat wil jij met muziek? Wat is... Ja. Ik bedoel, sommige mensen zeggen van, ja, ik wil gewoon, ik schreef nou het ultieme popliedje of ik... Nee, ik ben altijd blij als er weer gewoon een aantal nummers zijn. Dat blijkt me over verwonderen. Ik had het vroeger nooit gelijk, ik was vroeger helemaal niet met muziek bezig. Nee, nou ja, luisterde, maar... Ik vind het nogal een paar dingen dat je gewoon gaat zitten en dat er gewoon akkoordenreeks zijn allemaal hetzelfde zo'n beetje en dat er toch een nummer uitkomt. Daar verbaas ik me ook nog wel over. Zolang ik mij daarover verbaas, denk ik, of dat ik het prachtig vind als je met een groep mensen zit en je kan allemaal de gekste dingen verzinnen, of gekste, gewoon allemaal arrangementen verzinnen en het klopt. Of ik klik ook dat lijfspel waar laatst in Duitsland nog. Met die nieuwe bassist, we hadden echt 1 keer, 2 keer gerepeteerd en dat ging in Duitsland op een gegeven moment best wel een soort een versnelling. Het ging heel lekker en daar verbaas ik me dan ook over, dat je in zo'n korte tijd al toch een bepaald niveau kan zitten. Zolang muziek toch nog wel spannend en mysterieus voor mij is, wil ik nog best doorgaan. Maar daar is dat begonnen, zeg maar, dat jij echt met muziek bezig bent? Oh, pas op mijn, denk 17e, 18 of zo. Speciale aanleiding? Ja, Diederik, ik weet niet of je die kent toevallig. Diederik Nonnen, die toetsenist. Ook bij Jurre zit hij ook. Hij was gewoon beste vriend van mijn broer. En die bleef wel slapen bij ons en nam die gitaar mee.